Janine Kaalders in gesprek met boswachter Maarten den Hartig over de terugkeer van de das. Nou, dit is de Dassensnelweg waar we nu overheen lopen eigenlijk. Dat is de standaard wandelroute van die das naar die hooilanden. En daar ligt de Dassenburcht. We staan hier bij een Dassenburcht, bij Amerongen in de buurt. En ik wil zo heel veel over die das weten van je, want daar weet je alles van. Maar wat ik wel interessant vind is dat ik eerder een keer van je begreep dat die dassen hier echt zitten omdat we met z'n allen zo gewerkt hebben aan het verbeteren van die verbindingen over de Heuvelrug. Dus dat de ecoducten en de faunapassages en zo, die zijn aangelegd. Klopt. Ja, die das die profiteert ontzettend van die verbindingen overal. Als we 20, 30 jaar teruggaan in de tijd, dus eigenlijk richting de jaren 80, jaren 70, ging het heel slecht met die das. We hadden nog maar een enkele in de provincie Utrecht. Waardoor wij inderdaad met z'n allen gezegd hebben, dus alle treinbeherende organisaties, Staatsbosbeheer, Natuurmonument, Utrechts Landschap, maar ook Nationaal Park Utrecht, zo heel veel gemeentes, provincie. Hey, er moet iets gebeuren, dat gaat niet goed. Sindsdien zijn er heel veel maatregelen getroffen voor die das. Heel veel gedaan met beheer. En een van die belangrijke maatregelen voor die das zijn die groene verbindingen aanleggen. Om ervoor te zorgen dat al die natuurgebieden wat beter met elkaar verbonden worden. Dat die das overal veilige oversteek kan vinden, want we hebben een behoorlijk wat wegen en paden natuurlijk in de provincie. Ik hoor er hier eentje. Ja. De achtergrond inderdaad. Ja. En daar heeft die das ontzettend van geprofiteerd. Het resultaat is nu dat wij toch wel meer dan 200 dassen in de provincie Utrecht hebben. En een aantal inmiddels hele oude dassenburgten, zoals hier eigenlijk. Ja. Ja, dat is wel een enorm succes. Ja, ik vind het wel leuk om dit even te laten zien, want dit is uit 2007. Ja. Dat heeft de Natuur- en Milieufederatie destijds gemaakt voor het Nationaal Park. En daar staan alle... Even op afstand doen natuurlijk. Ja. Daar staan alle maatregelen in die getroffen zouden worden. Maar een heleboel om te ontsnipperen. Dus alle ecoducten een heleboel zijn aangelegd inmiddels. Klopt, ja. Dat is het oorspronkelijke plan waar heel veel mee begonnen is, ja. En ik denk dat als je nu echt helemaal zou gaan doorbladeren en zou zo langslopen, dat inmiddels al heel veel van die verbindingen liggen. En ze worden nog steeds aangelegd, hè. Nog steeds op locaties rondom de Bilt bij Biltse Rading, Griftenstein. Er zijn onlangs weer nieuwe passages gerealiseerd die al op dat plan stonden eigenlijk. Dus je ziet toch nog dat elk jaar van alles gedaan kan worden om die das een beetje te helpen. En het is niet alleen voor de das, denk ik. Nee, inderdaad. Nee, die das is natuurlijk, dat is natuurlijk een prachtige diersoort. Heel iconisch ook, omdat die ons zo aanspreekt. Alleen hoe die eruit ziet en qua gedrag. De dassenburchten die maakt, is natuurlijk een schitterend dier om te zien. Maar de das is eigenlijk een beetje een icoonsoort voor heel veel andere soorten die er natuurlijk ook van profiteren. Je hebt heel veel verschillende soorten groene verbindingen, van tunnels tot grote ecoducten over snelwegen. Maar heel veel dieren kunnen daarvan profiteren. Van hazelwormen, hagedissen, insecten natuurlijk, maar ook planten bijvoorbeeld die kunnen verplaatsen op die manier door zaadzetting. En misschien zelfs wel in de toekomst edelherten, zoals het ooit bedacht is in de provincie. Wie weet. Wie weet. Ja, dat kan allemaal. Ja. Als je kijkt naar de natuurbeheer van de afgelopen 10, 20 jaar, is er echt ontzettend veel vooruitgang geboekt. Als je kijkt naar hoe er wordt beheerd. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Er is ook gewoon heel veel steun voor nodig van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, van de provincies. Heel veel doe je ook met de gemeentes. Met onze buren van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Dat je ook gewoon simpelweg steeds meer inzichten krijgt en steeds meer middelen krijgt ook en meer steun krijgt om het op een betere manier te beheren. Maar als je kijkt naar die groene verbindingen, ja, dat zijn echt opgaven waar je met veel meer partijen moet gaan samenwerken. Waar je echt met z'n allen moet voor gaan staan. En dan natuurlijk er zijn nog veel meer opgaven. Alleen als je op het moment gaat kijken wat heel belangrijk is, is het vergroten van natuurgebieden. Dus echt robuuste, grote natuurgebieden creëren met die verbindingen ertussen houden natuurlijk. Daar ligt dan ook nog een grote opgave. En dat is ook echt iets waar we volgens mij met alle partijen en de mensen die hier wonen ook in de provincie, waar we ons nog hard voor moeten gaan maken. Of de ruimte is om meer natuur te maken. Ik zeg altijd, er is altijd ruimte. Het is alleen hoe wij omgaan met die ruimte. Dus ik denk dat dat een planologisch vraagstuk is, wat zeker heel gecompliceerd is, heel ingewikkeld. Maar het is dan volgens mij daarin de vraag wat wij wel en niet belangrijk gaan vinden. En dan is het inderdaad bijvoorbeeld zoiets als groene energie of als het gaat om woningen. Dat zijn hele belangrijke onderwerpen natuurlijk. Maar dat geldt natuurlijk ook voor natuur.